Omdat vandaag de officiële opening was van de NAC-kamer, zijn alle voetballers van de club opgetrommeld. De NAC-kamer is een van de drie nieuwe themakamers op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Maar wie maakt er nou de keus welk kind er in de NAC-kamer mag? Dat wordt niet bepaald, dat ligt gewoon aan de bezetting. Want ja, er zijn zowel jongens als meisjes die van NAC houden. Dus die kunnen eventueel kiezen. Of ze kunnen straks uit de jungle of de prinsessenkamer kiezen. Ik hoop niet dat er ooit een jongetje op de prinsessenkamer komt te liggen. Want dan is het niet leuk, denk ik. Het kan natuurlijk zo zijn dat er per ongeluk een Ajax of PSV-fan in de kamer terechtkomt. Dan doet hij zijn ogen maar eventjes dicht. En dan is het zover. De kamer kan officieel geopend worden. Aan voetballer Tim Gielissen de eer om de kamer te onthullen. De spelers zijn trots dat het ziekenhuis nu een kamer heeft in hun clubkleuren. Keeper Jelle ten Rouwelaar vindt het wel moeilijk inschatten wat de kamer voor de kinderen kan betekenen. Ja, het is een beetje vreemd, want je weet het eigenlijk niet eens wat dat betekent voor een kleine. Omdat je zelf, ik heb zelf ook een kleine en die doet niet anders dan normaal tegen NAC. Alleen ben je heel erg blij dat je hier bent vandaag. Ja, vind je het belangrijk dat de club dit soort dingen doet? Ja, ik vind het wel belangrijk. Ik ben bij een aantal clubs geweest en ik heb altijd wel zulke dingen gedaan. Na het officiële gedeelte was er natuurlijk genoeg tijd over om handtekeningen uit te delen en om met z'n allen op de foto te gaan. De kinderen denken in ieder geval wel dat het helpt, zo'n NAC-kamer. Ja, dan kunnen ze misschien wel weer wat opgevrolijkt worden. Zou jij er zelf eentje willen als je er zou komen te liggen? Ja. Ja, dan wil ik wel wat sluwen. Ah, ik hoop dat ik niet zo lang meer lig hier. Ja, dat is perfect.